Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minister met 1395 met een uitzending voor vandaag 27 augustus 2018. Dit is het bulletin van maandag. Data is vandaag 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. Ik begin vandaag met enkele nieuwsberichten. Allereerst een erg leuk nieuwtje. Een groep amateurs in Den Haag rond de repeater PI1DFT heeft het leuke idee gehad om een SSTV repeater op te zetten in de omgeving van Den Haag op een heel hoog punt. De repeater werkt met SSTV in FM en als ik het goed zie is het zo dat je er een SSTV-afbeelding naartoe kunt sturen waarna de zender van de repeater die afbeelding op dezelfde frequentie herhaalt. Als ik de informatie juist interpreteer is de repeater ook opgenomen in een netwerk met meer van deze repeaters. Je kunt PI3-DFT met een beetje ruis ontvangen via de Hobbyscope Web SDR in Hilversum. Het beste werkt het als je de bandbreedte van de Web SDR voor FM tussen de 6 en 7 kHz zet. SSTV kun je dan bijvoorbeeld ontvangen met MM-SSTV of met een smartphone-app met de smartphone voor de speaker. De gegevens van de nieuwe repeater zijn PI3-DFT roepnaam. Zend- en ontvangstfrequentie is 144.8875. 144.8875. Zendvermogen is 31 watt ERP. En de plaats is Oud Internationaal Gerechtshof in Den Haag met een antenne op 65 meter hoogte boven zeeniveau. Volgens een plaatje op de site van PI3DFT is het bereik vanaf net boven Antwerpen tot aan Hoorn en in westelijke richting tot aan Amersfoort. Hans van Alve, PNL EHG, stuurde mij namens de stichting DECARS informatie over de aanstaande VHF, UHF, SHF Week Signal Dag van DECARS op zaterdag 13 oktober. Evenement vindt plaats bij Astron Cameras. Het is de derde keer alweer dat de Week Signal Day plaatsvindt. De dag heeft als doel om alle geïnteresseerde radioamateurs met interesse in Week Signal communicatie bij elkaar te brengen, om daarmee een stimulans te geven aan de activiteit op de banden. Naast diverse presentaties, variërend van technische onderwerpen tot meer operationele presentaties, is er ruim gelegenheid voor onderling QSO in een bijzonder stimulerende omgeving. Ook dit jaar is het gelukt om een boeiend programma met presentaties samen te stellen, zo zegt de organisatie. Naast presentaties door radiocentamateurs zijn ze heel blij met een presentatie over het nieuwe front-end feedsysteem, aperitief wat gebruikt wordt in de radiotelescoop Westerbork. Er zijn op de dag verschillende presentaties. Ik zei dat al onder andere over vermogensversterkers voor 23 en 3 centimeter. Op beperkte schaal is er een rondleiding mogelijk van de locatie. De dag begint om 11 uur en duurt tot 1700 uur. Er zal ongeveer €10 per persoon voor de onkosten gevraagd worden. Informatie is onder andere te vinden bij DECARS en op de site van PA0EHG. Dat is www.pa0ehg.com. Deel 5 van de serie over antennes gaat over antennetuners. Ik stipte dit onderwerp eerder in de serie ook al aan, maar we gaan er nu wat verder nog op in. Mensen worstelen wel eens met de gedachte aan zo'n tuner. Puristen onder de amateurs, en daar zijn er best een aantal van, die roepen wel eens dat je helemaal geen tuner moet gebruiken. Tja, sommigen zweren het gebruik van zo'n ding helemaal af, terwijl anderen de tuner een tamelijk ideale oplossing vinden. De waarheid ligt, zoals dat meestal het geval is, ergens in het midden. Antennetuners zijn er in diverse varianten, volautomatisch of zelfgemaakt met een rolspoel en een variabele condensator uit een oude radio. Of voor hoog of juist laag vermogen. Bij oudere tuners wordt soms wel een gloeilamp gebruikt om op maximale antennestroom af te stemmen. Of vroeger bij professionele apparaten een neonlamp of een thermokoppel. Tegenwoordig wordt daarvoor meestal een SWR-meter gebruikt met een richtkoppelelement. De automatisch afstemmende exemplaren hebben als voordeel dat ze razendsnel werken omdat ze eerdere instellingen onthouden en de keer erop dus niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Veel van de automatische tuners hebben echter een beperkter impedantiebereik waarover ze nog werken. Sommige merken zoals bijvoorbeeld MFJ verkopen range extenders waarmee je het bereik van een automatische tuner een stukje kunt opschuiven, voor als zo'n tuner er dus niet bij kan. Met de hand afgestemde tuners zijn overigens niet heel ingewikkeld om te maken, zeker wanneer je al een SWR-meter hebt en het zijn vaak uiterst dankbare projecten om te doen. Maar goed, terug naar de tuner zelf. Als je een goed afgestemde antenne op de juiste frequentie gebruikt, dat betekent vaak dus slechts een gedeelte van een band, zeker op 10 meter en op de lagere korte golfbanden, dan heb je niet per se een antennetuner nodig. Maar het is desondanks wel handig om er eentje te hebben. Voor alle HF-banden kun je door middel van een tuner vrij willekeurige draden als antenne gebruiken, waar je toch nog hele goede, leuke verbindingen mee kunt maken. Leuk dus voor een tijdelijke opstelling, zoals bijvoorbeeld op vakantie.
Overigens is ook zoiets concreets als een draad niet nodig. De auteur van dit verhaal heeft al eens een paar verbindingen op met laag vermogen op 20 meter gemaakt met zijn beddenspiraal als antenne. Het is lang geleden, maar het polyester matras dat lag er nog op. Oké, het rapport was meestal geen S9, maar er waren wel degelijk verbindingen mogelijk. Laten we nog eens kijken wat een tuner precies doet. Door bij een handmatige tuner net zo lang aan de tuner te draaien dat de staande golfmeter de minimale uitslag geeft, dat wil zeggen de best mogelijke SWR, gebeuren er twee dingen. De antenne heeft gewoonlijk niet helemaal de goede impedantie. Impedantie is, zoals we weten, eigenlijk gewoon een weerstand. Die weerstand is voor hoogfrequent echter niet op alle frequenties gelijk. Een antenne die op 7 MHz 700 ohm is, die kan op 10 MHz wel 5000 ohm zijn. Het eerste wat een goed afgestemde tuner doet, is dus de impedantie van een antenne zodanig veranderen dat de aangesloten zender de juiste impedantie te zien krijgt. Deze zender denkt dus dat de antenne 50 ohm is, terwijl dat achter de tuner niet het geval is. Eigenlijk is dit hetzelfde effect als een transformator in een versterker doet, of een 1-op-9 balloon bij bepaalde antennetypen. Behalve dat een antenne de verkeerde impedantie heeft, zal hij vaak ook te lang of te kort zijn. Dat is een klein beetje als hij zonder tuner al goed werkt en het is een boel bij antennes die zonder tuner niet gebruikt kunnen worden. Is een antenne te lang, dan gedraagt hij zich als een spoel, dus dan is die inductief. Is een antenne te kort, dan gedraagt deze zich capacitief, dus als een condensator. Deze afwijking wordt reactantie genoemd, de capacitieve of inductieve reactantie. Dat een te korte antenne zich als capaciteit gedraagt, kun je bijvoorbeeld aan mobiele antennes voor 27 MHz goed zien. Zo'n antenne is een stuk korter dan een kwart golf en er wordt daar dus een spoel gebruikt om het teveel aan capaciteit in zo'n antenne, zo'n capacitieve antenne dus, te compenseren. Het tweede wat een goed afgestemde tuner dus doet, is deze reactantie wegstemmen. Wanneer een antenne te kort is, zal een tuner zich net als de verlengspoel uit zo'n 27 mc mobiel antenne vooral als spoel gedragen. Is een antenne te lang, dan gedraagt de tuner zich als een condensator. Beide effecten spelen zich tegelijkertijd af. Dus zowel het wegstemmen van de verkeerde reactantie, waardoor de antenne tezamen met de tuner in resonantie komt, als het aanpassen naar de juiste impedantie. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.